Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Welkom vanaf Sportpark De Koerbelt, waar Excelsior 31 het vanmiddag opneemt tegen SV Urk. Hoe gaan de mannen van trainer Peter Wesselink de goede lijn van vorige week doorzetten? Feit is dat we alle tweede helften zo'n beetje bovendrijven. Dus sterker zijn, beter worden, oppermachtig worden. Nou ja, we zullen met name de eerste helft tegen Urk gewoon goed door moeten komen, mee moeten. En als we de bal hebben, de bal laten gaan. Maar zeker als we de bal niet hebben, zullen we ook gewoon de strijd aan moeten gaan. Niks weggeven. En zorgen dat we er zeker de eerste half uur doorkomen met z'n allen op een goede manier. Ten opzichte van vorige week, de basiself, mis je nu 4 spelers. Hoe heb je die posities in kunnen vullen vanmiddag? Ja, met Brian, die speelt voor Cem aan de linkerkant. Nick Aperen speelt voor Boy. Nick speelt weer aan de rechterkant. En Melvin, daar speelt Julian voor. Laten we gaan kijken naar een samenvatting van dit duel. Die u aangeboden wordt door Van Rijn Products en Gerard Jansen BV. Kom maar, kom maar!
Ben! Nou wat hier? Hoeveel moet je erin? En in de 81ste minuut is de stand 0-2 voordeel van Urk. Doelpuntenmaker nummer 12, Gerrit Tol. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Gerard Jansen BV en Van Rijn Products. En zo verliest Excelsior 31 met 0-2 op eigen veld van SV Urk. Ja, balen. Gewoon een klote gevoel aan overgehouden. Bijna totaal niet in de wedstrijd geweest. Urk was vanaf minuut 1 scherper, feller. Echt de wil om te winnen. Ja, Urk heeft gewoon wat dat betreft gewoon verdiend gewonnen in mijn ogen. 46e minuut. Je krijgt de bal buiten de 16, je schiet hem binnen. Leg even uit, wat gebeurde er toen? Dylan legt volgens mij de bal terug vanuit een afgeslagen corner. En ik denk niet na en ik schiet de bal op doel. En die valt binnen. En net in mijn beweging dat ik wil schieten, fluit de scheidsrechter af. Dus dan telt hij niet. Dat is vervelend. En voor mij zelf ook wel jammer, want daar had ik wat vertrouwen uit kunnen putten misschien. Ja, en als je terugkijkt, denk vrij kansloze wedstrijd. Complimenten voor Urk. Tot zover deze uitzending. Vrijdag zijn we bij u terug met een nieuw weekjournaal. Heel graag tot dan. Deze uitzending werd u aangeboden door Reggefiber en Shubi Reisen.